Dus als u even door het raam wilt kijken of naar de kop van de manege gaat, dan kunt u switchen naar de andere plek waar die presentatie onder het zadel zal plaatsvinden. Daarna, en dat is over 10 minuten over 12, gaan we met groep 1 rondstappen in de kooi en de uitslag bekendmaken van deze eerste bezichtiging. En dan worden dus de nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 verwacht in de ring. Dus die kunt u alvast gereed maken, de nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Nu eerst met nummer 9 naar de andere manege. En we kijken dus nu naar de hengst met hoofdstel nummer 9 onder het zadel. Dit is Diamond of the King W.E. Is geboren op 5 januari 2018, meet 1,48,9 meter. De vader is Double Diamond AK, de moeder is Key to My Heart, moeders vader is Halifax. De hengst is gefokt door Heinz Güter Heidrich en eigendom bij Laura Quint. Nummer 9 dus, Diamond of the King W.E. Moeder is Key to My Heart, van 2008, heeft 1 goedgekeurde zoon. En moeders vader is Halifax, die is Elite, is van 1995. Een welsporing nakomeling en 29 goedgekeurde zonen en 22 staatspremium merries. Vader is Double Diamond AK, is van 2013. Bundeschampion, loopt internationaal dressuur en federaal kampioen. 5 goedgekeurde zonen als nakomelingen en 4 staatspremium merries. En deze hengst Diamond of the King is gekeurd bij ZFDP en erkend bij Wezer Ems. Is in 2022 zesde in de finale op het Bundeschampionaat voor 4-jarige dressuurponies hengsten. Deze hengst is uit 2018, 5 januari 2018 geboren. Is dus 5 jaar oud.
We kijken dus naar Diamond of the King, W.E. onder het zadel. Hengst geboren op 5 januari 2018, 5 jaar oud, meet 1,48 meter. De vader is Double Diamond, AK, moeder Key to My Heart. De moeders vader is Halifax. Tanks is gefokt door Heinz Günther Heidrich en een eigendom bij Laura Quint. Diamond of the King dus, met hoofdstel nummer 9. Als we deze hengst hebben bekeken, komt de jury terug en gaan we met groep 1 rondstappen in de kooien en aansluitend de uitslag bekendmaken. Voor de eerste bezichtiging. Dus gereedhouden nummers 1 tot en met 7.